Robbie de Wit. Een Utrechtse straatvoetballer die een van de meest stormachtige carrières doormaakte in de Nederlandse sportgeschiedenis. Na anderhalf jaar FC Utrecht vertrekt hij al naar Ajax. En daar laat hij met Gerald Vanenburg en Marco van Basten de mooiste dingen zien. Al snel mag de Wit bij Oranje zijn kunsten vertonen. En daar wordt hij een van de beste linksbuiters die het Nederlands elftal ooit heeft gehad. Maar dan slaat het noodlot toe. In de zomer van 1986 wordt de Wit getroffen door een hersenbloeding. Kijkt u naar Rob de Wit, meet in Utrecht. De Wit. De Wit alleen. Twee mensen voorin, Van der Ham en Leo van Veen. Zelf schieten, kan ook. En goed, 3-1. Knappe actie van De Wit. Typisch Robbie de Wit is, denk, als ik hem moet beschrijven, dan denk ik gewoon dat flegmatieke. Maar je kan erop wachten dat er een geniaal moment komt. Dat heeft hij altijd gehad. Of het nou in de wedstrijden was of op de training. Dat had hij. En echt extreem. We praten echt over absolute top. Tussen twee of drie man opzoeken dat je denkt, haal hem nou uit. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen via de andere kant. En dan toch drie man voorbij lopen met een ongelooflijke actie. Of een stift die je niet verwacht. Hij had wel een enorme explosie en hij had een enorme dribbel. Links en rechts. Ik bedoel, de goal van Hongarije was natuurlijk dat was voorbeeldig van de mogelijkheden die hij had. Tamata gaat. Geen buitenspel. De Wit. De Wit gaat zelf. Oh, is dit hem? Wordt dit hem? De Wit. Ja! Ja! Rob de Wit met een schitterende actie van die invaller. En het is doodzonde dat hij zo vroeg heeft moeten stoppen daarmee. Ik weet toen ik het hoorde dat ik echt moest huilen. Zo erg vond ik het. Omdat ik had met Robbie wel een speciale band. Toen waren we natuurlijk allebei, zaten we al in een andere fase. Ik was al weg bij Ajax. Maar dat was heel speciaal. Echt heel speciaal. En dan heb je op een bepaalde manier medeleven, maar dat wilde hij nooit. Dat liet hij niet toe. En dat vond ik altijd wel heel bijzonder. Hij bleef zichzelf met zijn gekke, maffe humor. Met zijn boevenstreekjes. En dat is altijd mooi, weet je. En op basis daarvan, je relateert het dan niet aan zijn voetbalcarrière, maar gewoon aan een goed mens. Het was bij mij maar nou één ding. Het spelletje, het voetballen, dat vond ik heel leuk. En ja, het is zo gelopen zoals het gegaan is. Toen ik bij VV Utrecht speelde, was toen de tijd mijn trainer was Gijs uit den Bosch. En die heeft me toen naar Utrecht gestuurd. Of ik weet hoe zeg je dat. Mocht ik bij Utrecht gaan spelen. Ik was zo trots als een pauw. Echt. Ik weet zeker dat Jan Wouters een keer tegen mij gezegd heeft. Je moet eens gaan kijken naar Robbie de Wit bij VV Utrecht. Een amateurclub in Utrecht, waar heel veel talentvolle spelers vandaan gekomen zijn. En ik denk dat ik toen waarschijnlijk aan Wouters gevraagd heb van, ken je hem? En dat Wouters toen dat bevestigd heeft en gezegd heeft, daar moet je zeker eens even naar gaan kijken, ja. Zijn lichting was wel heel talentvol. Mark Verkuijl, Michel Blok, John Douze, die later ook allemaal naar FC Utrecht zijn gegaan. Het was een vrij talentvolle groep. Het was zo dat wij, ik denk, toen Robbie de B1 was, dat wij A1 waren en of hun keken bij ons of wij bij hun als we alle twee thuis speelden. Dan zag je wel dat er veel talent in die groep zat, dus ook bij Robbie. Nou, ik denk dat wij waren in ieder geval van een lichting waar gewoon heel veel straatvoetbal nog gespeeld werden. Dus we kenden elkaar allemaal al een beetje van de straatvoetbal. Ik speelde bij Utrecht, ik speelde in Utrecht bij Elinkwijk en Robbie die speelde bij Utrecht. En dat was ook een club in Utrecht. En dan had je ook Marco van Basten die bij UVV speelde. En dat waren wel de spelers waar je altijd dingen over hoorde. Wij zaten ook wat meer in de teams waarop werd gelet, moet ik zeggen.
En Utrecht die zat, zeg maar, de VV Utrecht zat er ook wel bij, maar dat ging net even wat, niet lager, maar daar was wat minder attentie op. Wij wonnen wel vaak ook van, zeg maar, in de jeugdperiode en we zaten al bij die... Jullie wonnen, maar wij werden kampioen. Ja, maar dat was alleen maar de A1. Dat zet dat er wel even bij, maar daarvoor hebben we ook nog voetbal in de B1 en de C1 en de D1. Ja. Dus we hebben ook nog partijtjes gespeeld. Nee, maar er zat, weet je wel, er werd iets meer bij Elinkwijk gekeken en bij UVV en... Ja. En Utrecht liep ook gewoon heel veel wel goede spelers, maar het was meer het collectief. Robby kwam toen laat in Utrecht, toen ik er ook zat. En daar is eigenlijk pas, denk ik, in mijn ogen zijn genialiteit af en toe ontplooid. Echt enorme spanning als je hier moest voetballen. Want je ging elke zondag ging kijken als sporter en dan mocht je een keer daar lopen waar je normaal naar kijkt. Dat was zo, ja. Kijk je dan je ogen uit? Ben je dan echt Sjaki in de chocoladefabriek? Nou, je maakt indruk op me, maar als ik de bal aan mijn voet had, dan dacht ik nergens meer bij na en deed ik gewoon wat er in me opkwam. Ik kan me echt nog wel acties herinneren, weet je wel. Echt, hij speelde toen ook met Jan Monster eigenlijk, die speelde daarvoor. Ja. En hij kwam er toen op een gegeven moment bij en dat was helaas ook van Jan Monster. Die ging met blessures helaas niet door. Maar toen kwam Robby erbij en toen kon je eigenlijk zien hoe goed hij was. Na die bepaalde wedstrijden was hij zo extreem goed. Van der Lem, dat is goed. Omdat Willy van der Kerkhoff is blijven hangen staan. De Wit niet buitenspel. Wat kan De Wit? Dit. En nu met rechts. Oh, wat schitterend. Willy van der Kerkhoff blijft staan en Robby de Wit kan alleen doorgaan. Vaneburg kan dit, Cruijff kan dit, maar de Wit kan het nu ook. Het is 2-0, 36e minuut. Je probeert ze nu dan spelers op een soort vergelijkingsmeetlat te zetten. Hij deed mij denken aan Rob Rensenbrink. Omdat hij ook typisch zo'n linksbuiten was, de zwiebertje van de groep. Hij kon opeens vanuit niets iets maken. En Robby Rensenbrink hebben ze altijd genoemd het slangenmens, maar dat had hij ook. Recht en dan opeens dit. En dat kon hij gewoon heel goed. Vanuit stand opeens exploderen en een prima passeerbeweging maken. Maar hij kon binnen en buiten om en hij had een goed schot. Wat ik me van jou herinner, is eigenlijk dat hoe groter de druk en hoe belangrijker de wedstrijd, dat dan was jij op je best. Ja. Ik was nogal ik noem het maar een dromer. Dus ik kon wedstrijden, dan kon je me helemaal niet zien, maar moest ik tegen Ajax, zat het helemaal vol. Of tegen Feyenoord, dan was ik ontdooid, zeg maar. Je hebt jongens die dan blokkeren, omdat de spanning te hoog is, maar ik had bij jou altijd het idee, hoe meer druk en hoe groter de wedstrijd, dus te meer jij in je elementen was. Ja. Niet dat ik me wat aantrok van publiek, van als floten of scholden, dat niet. Dat deden ze hier toch niet? Maar nee. Ik kan me nog een jaar nog herinneren, ik ben misschien u ook wel, dat iemand met zo'n, megafoon, op de tribune zat. Ja. Ja, dan hoor ik dat dan en twee delen later lak weer zien dat ik geen gelijk had. Het was of het lukte of het lukte niet. En ik denk dat Rob later bij Ajax ook is wel gaan beseffen van ja, ik kan niet alleen maar acties maken. En dat er toen wel op geweest is, alhoewel dat wij ook gerust deden hoor. Maar dat ging hier en daaruit bij Rob. Hier heb ik de leukste tijd gehad van mijn prille carrière, maar Bajax, de sportiefste tijd. Bosman en Van Basten. Vaneburg. De Wit. Schitterend, een volley van De Wit. Met zijn zwakke rechterbeen. Met God zat er al met een vuist tegenaan, maar kon die bal niet meer houden. En na 12 minuten... In de tweede helft is Ajax op 3-1 gekomen. Naar een enorme knal. Let u eens even op. Daar komt die bal. Daar is Vaneburg.
Daar is de omhaal, die wordt er even geblokt. En er is een Rob de Wit met het rechterbeen en pas. Ik wilde gewoon altijd maar met een balletje voetballen. Dat was het enige wat ik... En later ben ik dan tactisch wel door Johan, die heeft me wat tactische aanwijzingen gegeven. Ben ik daar wat beter door geworden. Maar hij heeft wel altijd zijn ja, toch geniale acties. Is hij blijven doen? Ik denk dat Robbie meer een speler was van een intuïtieve speler. Die ook de vrijheid moest geven om in zijn kracht te spelen. Nou, je hebt ook intuïtie nodig, want als jij moet gaan denken in een wedstrijd, dan ben je te laat. Dus dat heeft geen zin. Maar je moet het wel voeden. Je moet wel, zeg maar, bepaalde wijsheid tot je nemen, daaraan trainen. Dat is het zinvolle van trainen. En dan vervolgens moet je het wel weer loslaten in het veld. En natuurlijk had iedere speler wel een aantal basistaken. Dus ook buitenspelers, die moesten natuurlijk op een bepaald moment wel ook mee verdedigen als dat gevraagd werd in de wedstrijd. Ik weet nog in de periode van Hughes, die zei, Robbie, je moet aan de zijkant blijven. En de wedstrijd of de week daarna zei hij, Robbie, je mag van de zijlijn tot de middenlijn. En op een gegeven moment zei hij, Robbie, weet je wat, zoek het maar uit. Ja, loop maar waar je wil. Robbie, die had denk ik wel een mentaliteit, denk ik, waar die echt extreem in was. Weet je, hij kon gewoon 10 keer een bal verliezen en het maakte hem echt niks uit. Iedereen kon praten en schelden, de 11e keer deed hij het weer. En dat is wel een kwaliteit die je heel vaak bij echt absolute topspelers ziet. Ja, maar ik weet niet of dat tegenwoordig... Tegenwoordig is dat gauw van wisselen. Je kan eigenwijs zijn, maar je moet wel presteren. En dat presteren staat bovenaan. En dat heeft hij natuurlijk ook gemerkt. Dat merkt iedereen die op een gegeven moment naar een Ajax of een Feyenoord PSV gaat... van een club die wat meer in de subtop zit... Je moet wel gaan presteren en je mag een periode van gewenning hebben, maar op een gegeven moment moet het er wel komen. En anders, ja, dat geldt voor iedereen en alles, waar die ook vandaan komt, ook vanuit Amsterdam, dan word je weer afgeserveerd. Dus het moet wel, maar hij heeft die stap ook, en die heeft hij snel gemaakt, hè. Want hij was eigenlijk heel snel werd hij geaccepteerd als volwaardige speler van het eerste elftal. Dat is lang niet iedereen gelukt. Ik kan me nog wedstrijden herinneren, ik weet niet eens tegen wie. Rob was natuurlijk een bijzondere speler. Hij had natuurlijk bijzondere kwaliteiten. Hij kon echt 3 mensen voorbij gaan, handstand maken en weer doorgaan bij wijze van spreken. Maar hij kon ook een bal onder zijn voet door laten lopen. En zeg maar dat zwart-witte, dat had hij gewoon heel vaak. Dus... Ik weet wat je bedoelt. En echt waar, dan speelden we in de meer. Tegen Den Bos. En Den Bos, ik weet niet of die... En dan had hij een wedstrijd, weet je wel, dan kreeg hij een bal en dan ging hij de 4 voorbij mensen op het publiek en een voorzet achter de bal. Achter de dingen, weet je wel. Dan had hij de 3 voorbij gegaan, dan gaf hij die voorzet achter de goal in plaats van voor. Nou, volgende actie. De Wit. Zo is hij Van der Linde kwijt. Patinama niet, maar nu ook. En zo kan De Wit rechtdoor. En scoort hij 0-2. Zo'n bevlieging van Rob de Wit, waar hij min of meer bij Ajax het patent op heeft. Volgende bal weer onder zijn voeten. Dus die mensen denken van, nou wat is dat Rob? Die beginnen te fluiten, weet je wel. Hij, nou, die, wat moet hij nou? En dan vervolgens had hij wat die 3 voorbij ging. Dus dat hele... Maar dat werd op een gegeven moment ook een spel met het publiek. Dus de ene moment stonden de mensen op de bank voor hem. En het andere moment floten ze hem uit. Nou, dat was echt geweldig. De Wit. De Wit soleert er heel knap. En scoort! Robbie de Wit. Zeldzaam doelpunt. Kijkt u vooral nog eens rustig naar. Hij kreeg die bal, ging langs 1, 2, 3 tegenstanders. Stroomberg rekende in 5 minuten schuiven, dacht dat de wind hem zou trekken. Ajax is op een 1-3 voorsprong gekomen, 13 minuten voor tijd. Wat wel heel leuk is, is dat hij zegt in principe dat hij bij Ajax heel sterk is geworden. Nou, ik denk dat het er gewoon in zat. Als je bij Utrecht zag spelen, heeft hij echt momenten gehad dat hij gewoon echt een ploeg helemaal kapot kon spelen. PSV, en ik kan er nog een paar opnoemen. Dat had hij bij Ajax ook. Ik kan me herinneren van de tijd dat ik voetbal keek, dat je bijvoorbeeld types als Carincha, ja, daar vergelijk ik hem gewoon als voetballer mee. Hij had echt zoiets extreems, dat was gewoon geweldig om te zien. Had hij flair? Ja, hij had flair, maar hij had meer flair in het veld dan erbuiten. Daar was hij toch wat rustiger, daar was hij toch wat meer op zijn kievieven. Hij voelde zich het lekkerste gewoon tussen de lijnen. En daar was hij echt de vrijbuiter.
De Wit is heel snel. Ook hij heeft moeite met het veld en speelt dan toch heel briljant blind uit. Schitterend van De Wit. Daar heeft hij toch een patent op dit soort acties. Op de solo tour. Je houdt natuurlijk in eerste instantie de fans die FC Utrecht of Ajax-fan zijn. En de kenners die hem er wel uitpikken. Maar dan ben je opeens bezit van het land. En dan, dat verandert natuurlijk een hoop. Koeman. Tamata gaat. Geen buitenspel. De Wit. De Wit gaat zelf. Oh, is dit hem? Wordt dit hem? De Wit! Ja! Ja! Rob De Wit met een schitterende actie van die invaller. Toen maakte hij die goal, waar natuurlijk vanuit ons dak gingen, met die geweldige beweging die ik nog kan uittekenen om rood heen en alles. En ik was zo blij, ik sla op het raam van die cabine van yes, dat flikkerde er één keer uit. Dus die wedstrijd vergeet ik om allerlei redenen niet zo snel. Heb je hem daarna ook geïnterviewd? Ja, natuurlijk heb ik hem geïnterviewd. Hoe was die toen? Ja, euforisch. Maar iedereen was euforisch. En dat is... Het was helemaal niet verwacht. Nee, die... helemaal niet. En het duurde een tijd. Had een goed team. Goed team. En hij kwam erin als invaller. En ja. We kenden hem nog niet zo lang als international. Hoe gaat hij zich daar in handhaven? En ja, je realiseert je wel dat dit is wel een moment van een geschenk uit Gods geschenk. Wat er opeens is. En daar staat opeens een jongen die net komt kijken en zo'n goal maakt. Ja, dat is natuurlijk wel iets mythisch. Dat besefte ik toen wel. Nogmaals, Koeman. En dan Rob De Wit. De man van de momenten. Vaak verguisd. Eerst Salai uitgespeeld. Dan dreigen en plotseling versnellen. En die steekbal over Diesel heen. Ik zeg het nog een keer. Ja! Wat die beweging betreft. Wat ik van tevoren deed. Is, dat heb ik nooit gepland. Dat komt hem op een moment. Als ik dit doe, ja, dat is duizendste van een seconde. Ja, Tamata, Simon Tamata, die zei wel eens tegen mij, nou, je had hem eigenlijk af moeten leggen. Ik zeg, dat kon niet, want je stond buitenspel. Ja. Kijk eens hoe mooi die schijnbeweging van De Wit. Die stond naar de grond. Dit is absolute klasse. Ja, we zouden samen gaan rijden eigenlijk. En ik woonde toen in IJsselstein, Robbie in Nieuwegein. Toch? Ja. We zouden samen gaan rijden, ja. En in de zomer... Moest je lopen? Nee, maar daar keek je natuurlijk wel naar uit. Hij mocht 88 niet meemaken. Nee. Had hij dat wel gehaald? Ja, natuurlijk had hij dat gehaald. Vingers in zijn neus. Ja, natuurlijk had hij dat gehaald. Want in principe spelen we op het EK 88 zonder linkerspits. Die hebben we niet. Als ik buiten was geweest, had Marco de goal niet gemaakt. Dan had ik tenminste een fatsoenlijke voorzet gehad waarschijnlijk. Dan had ik normaal kunnen inschieten. Nu moest ik een hele acrobatische actie doen. Ja, dat heeft me echt... Weet je, het heeft me heel veel pijn gedaan aan de andere kant. Ik heb heel veel respect voor hem. Hoe hij dingen gedaan heeft, dat is echt een voorbeeld. Echt zo. Je hoort heel veel mensen klagen. Nou, ik heb denk ik een goede carrière gehad en er ook echt heel veel geluk in gehad. Ik bedoel, weinig blessures, weinig gekke dingen aan overgehouden. En je kan natuurlijk droevig worden en misschien verdrietig raken en dan blijven hangen in dingen, maar, in processen. Wat helpt het? Nee, dat weet ik wel, maar er zijn zat mensen die dat ook wel weten, maar die er toch in blijven hangen. En die toch uiteindelijk niet meer in het leven staan of niet meer dingen doen. En, hij blijft natuurlijk nog wel, behalve dan zijn keuze voor zijn piece. Maar voor de rest blijft hij gewoon lekker in het leven. Nou, ik denk dat hij daar een voorbeeld voor is van hoe je wel in het leven moet staan. Dat is echt zo. En dat heb ik echt bij hem heel erg. Nog steeds. Want we zien elkaar niet iedere dag. En ik kan Robbie bij wijze van spreken een jaar niet spreken. Maar als ik hem dan weer zie, dan is het net alsof ik hem iedere dag zie. Dat is heel apart.
het was wel een periode dat je nog kon zien dat het nog geen 100% was, maar wel totaal in orde. Alleen coördinatief waren er nog wel kleine dingetjes waaraan je kon zien. Dus of het echt weer top 100% was, dat was het niet. Dat was wel 95%, denk ik. Hè? Ik merkte het lichamelijk ook dat het nog niet helemaal zo was zoals het vroeger was. Maar trainde wel volledig mee. En dan het feit dat je wel ziet dat het nog niet helemaal niet zo was als het geweest was daarvoor, merk je wel dat er nog wel een verschil tussen zat. Baarde dat jullie als medespelers zorgen? Nee, in die zin, ik had nog in ieder geval zoiets van, hij is weer helemaal gezond en dan maar geen topvoetbal. Heeft iemand in de kleedkamer ooit eens tegen je gezegd, ik zou ermee stoppen? Ja, op de Ronald Spelbos, die heeft toen tegen mij gezegd van, gooi de handdoek maar in de ring. Want die zag ook dat ik coördinatief, ja, dat werd langzamerhand steeds erger, dat het topniveau er niet meer in was. Ik heb hem altijd wel een beetje als voorbeeld gehad, dat ik wel veel geluk heb gehad. En dat mensen met misschien wel net zoveel talent, helaas dat niet hebben kunnen bereiken of mogen meemaken. En dat heb ik wel altijd beseft. Ja, daarna ga je verder. Komt een nieuwe te zeggen dat we daar geen aandacht aan hebben besteed of nooit naar gedacht. Maar dan ga je toch weer verder en vind je het heel erg. Het enige moment dat ik er moeilijk mee had, was toen ik 88. Omdat jouw generatie maar, of ik naar een bepaalde club in Spanje of naar Italië of noem, daar was ik niet mee bezig. Is de band tussen jullie veranderd nadat hij die hersenbloeding heeft gekregen? Nou, veranderd. Kijk, vroeger hebben we natuurlijk met elkaar gevoetbald en zien we elkaar elke dag. En naarmate je zeg maar verder gaat, ik ben doorgegaan in de voetballerij, buitenland gegaan. Dus ja, kijk, ik vind dat ik eigenlijk ook nog veel te weinig met Rob ben opgetrokken en gesproken heb en gezien heb. Maar ja, weet je van nierig, hoor. Nee, maar weet je, dat hou je natuurlijk wel. Je zit zo in een wereldje waar het maar doorgaat. En hij blijft natuurlijk toch steken in, zeg maar in dit geval, bij Nieuwegein of Utrecht. En je ziet elkaar niet of nauwelijks. Dus soms heb je wel eens van, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Wij waren echt vrienden van elkaar. We kwamen bij elkaar thuis, we sliepen ook bij elkaar regelmatig. Weet je wel, dat de volgende dag hoefden we niet naar elkaar toe te rijden, konden we gelijk weg. Dus dat was gewoon heel, heel apart. En ik denk dat we ook heel veel aan elkaar hebben gehad. Kijk, wij zaten in de auto en waren bijvoorbeeld aan het afspreken hoe we vrije trap gingen nemen. En maakten we echt goals uit. Ja, met elkaar, weet je wel. En als je daaraan terugdenkt, dat is heel apart. Ja, ja. Ja, is het, en dan praat ik nog niet eens erbuiten over dingen. Daar heb ik over nagedacht. Ik speelde toen bij Utrecht. Ja. Jij bij Ajax. Ja. Ik gaf je een kusje, ja. Want ik wilde je bedanken voor die punt. Je speelde gelijk. Ongelooflijk, echt serieus. We hadden gespeeld. Want volgens mij speelde ik wel bij Ajax met jou. Echt waar? Ja, ik hier bij Utrecht. Nou, we hadden afgesproken in ieder geval staan op de stoep. En ik had toen een BMW. Zo'n 323. En er was toen nog een auto, helemaal niet zo extreem, maar wel extreem voor mij. En hij had een Toyota, maar er zat echt zo'n roestgat in. En de spatbord zat los, dus het was al een feest als je hem aan zag komen. Maar ik had hem niet gezien. En ik sta op de stoep te wachten en bam, van achteren. Dus ik kijk zo om en dan zat hij keihard te lachen, weet je. Dat was wel een beetje typisch, zoals hij in elkaar zit. Bepaalde humor heeft hij ook altijd gauw. Hij is ongelooflijk hard in zijn humor, Marco. Is hij dat vanaf het begin zijn hele leven geweest? Nee, ik heb niet het idee dat hij veranderd is. Los van het feit dat hij natuurlijk een lastige ziekte of een kwaal heeft opgelopen, is hij in zijn hoofd en met humor en met gekkigheid uithalen, is hij geen spat veranderd. Heb je ook nog dat we bij de Maastrichtse plassen, dat we daar gingen vroeger als klein jongen? Ja, omhalen. En hij ging altijd kijken bij het Naakstrand. dat deed ik dan niet, weet je wel, maar ging hij altijd kijken.
Ook de Chatillier is nu voorin. Zou het dan toch nog? De Wit heeft hem misschien op zijn schoenen gelijk maken. En daar is hij. Een schitterend schot van Rob de Wit. Die erg blij is. En daarmee zegevierde gerechtigheid hier op Kaalheide. Was daar voor Van Schip. Heel handig. Marco van Basten. De Wit. De Wit. Goal. Jan heeft me wel eens gezegd, Nederland tegen België, die alles beslissende wedstrijd voor dat WK, had die kaarten van jou gehad. Heeft hij ze ooit betaald? Goede vraag. Goeie... Is de eerste goede vraag. Nou, vandaar dat we helemaal onderin in zaten, waren goedkoopste kaarten. Als ik naar hem kijk, dan is hij gewoon heel speciaal geweest. En in die korte tijd heeft hij misschien wel het meeste indruk gemaakt van allemaal. Ja, ik vond hem als linksbuiten, als je het nou hebt over grillig, hij was grillig. Hij kon de mooiste dingen afwisselen met de domste dingen en de vervelendste dingen. Maar hij had natuurlijk een enorme power en een explosie. Hij had overzicht. Hij kon, in principe kon hij in een moment alles. En dat wisselde hij af met een moment dat hij er niks van kon, weet je. En dat was echt, vond ik heel erg mooi. En natuurlijk was het niet zeg maar elke keer 50, de ene keer 100% en dan 0%. Want hij kon natuurlijk ook goed voetballen. En hij was natuurlijk ook wel handig en slim. Maar als je kijkt naar zijn goede momenten, dat was van het niveau, Pelé, Cruijff, dat hoogste niveau. En dat wisselde hij af en toe even te veel af met wat sukkelige momenten. Ja. Ja. Als je steekwoorden voor Robbie moet zeggen, dus volgens mij nukker, grillig en geniaal. Daar beschrijf je hem volgens mij helemaal mee als speler. Als zijn grillig en geniaal zijn de twee positief. Nukkig, zo is precies zo. Dus wij kunnen eens concluderen, als de trainer het zegt, Robbie de Wit, een carrière was nukkig, grillig en geniaal. Helemaal juist. Het verhaal van Rob de Wit, een bijzonder voetbaltalent van Utrechtse bodem.